allemaal. Ik sta hier met Luca Nijenhuis. Wij zijn afgelopen winter een samenwerking aangegaan over 3 jaar. Mijn rol komt in de begeleiding te liggen. Nou, de begeleiding, dan hebben we het over een aantal dingen. We hebben de motortraining, we hebben de fysieke training voor een gedeelte. We hebben de afstelling en de fine-tuning van de motorfiets. En dan hebben we de PR-werkzaamheden waarin ik ook een stukje begeleiding zal gaan uitoefenen. Als we dan even iets dieper ingaan op het begeleiden van de motortraining. Nou, we hebben in december zijn we een aantal keren wezen rijden. En dat leek allemaal aardig de goede kant op te gaan. Daarover dadelijk meer. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de fysieke training. Ja, er was. Luca geldt eigenlijk al jaren als een enorm talent. Nou, ik denk dat we allemaal weten dat we met talent alleen er niet komen. Dus daar moet ook een stukje structuur in zijn levenswijze gaan komen. Dat hij door trainingen, mentaal, maar ook fysiek, zo'n stuk sterker gaat worden. Dat hij uiteindelijk, hopelijk over 3 jaar, want dat is het doel, de wereldkampioenschappen in kan gaan. Nou, gezien zijn talent moet dat mogelijk zijn. Dus wat dat betreft hebben we daar al een pluspunt. Dan het gedeelte PR-werkzaamheden. Dat is vooral de communicatie tussen Luca en de sponsoren, de pers. Daar probeer ik ook het een en ander in bij te brengen. Zodat daar ook een langdurige samenwerking ontstaat. En dat, dat we met z'n allen dat plan ook voor 3 jaar in kunnen gaan. Nou, dat had ik al heel even gezegd over. Over dat we een begin hadden gemaakt met de motortraining. Wat daar vooral aan bod komt, dat is het eigen maken van de motor voor Luca. Dus bepaalde karakter wat waarschijnlijk wel ook in zijn persoon zit, om dat ook in de motor terug te laten vinden. Luca is wat dat betreft een hele nette rijder. Dus het vermogen moet er ook bruikbaar in komen. En dan is het voor Luca makkelijker om zo'n motorfiets te rijden. Daar hebben we dus een begin mee gemaakt. Maar toen, Luca, vertel. Toen, ja. We waren mooi aan het trainen in Spanje. Tweede dag. Ging heel goed. Ik had een lekker band. Een nieuwe achterwiel erin. Dan ben ik weer een paar rondjes aan het rijden. En toen sprong ik op een tafel wat te ver. En mijn voet niet goed op het stepje. Dus ging ik mijn voet van het stepje af. Rechter in de grond. Ja, en toen was het eigenlijk gebeurd. Meteen naar de bus gereden, laars had gedaan, een hele dikke enkel. Dus meteen met de bus alles ingepakt, naar het ziekenhuis in Spanje. Foto's laten maken en toen zagen we al meteen dat het gebroken was. En toen moest het gezet worden, dus in Spanje wouden ze het eerst zetten, onder narcose. En dan moest ik daar ook blijven in het ziekenhuis, maar dat wouden we niet. Dus toen is het gezet, gewoon niet onder narcose, zeg maar. Toen zou het goed staan, dus toen ben ik een paar dagen in Spanje gebleven. En zijn we naar huis vertrokken. En toen in Nederland weer terug foto's gemaakt. En het was nog steeds niet goed, dus moest ik de volgende dag meteen weer terug. Toen zouden ze gaan opereren en 2 pennen erin zetten. En dat is uiteindelijk ook niet gebeurd. Toen hebben ze het gewoon opnieuw gezet, onder de kozen. En toen was het, stond goed. En nu mag ik weer, net 2 weken het gips eraf. En nu mag ik sinds maandag weer beginnen met lopen. En nu ben ik elke dag in de sportschool en 2 keer in de week naar de fysio. En dan ben ik een beetje weer aan het revalideren en aan het oefenen. En alles doen wat kan. En donderdag moet ik weer terug. Dan wordt er een foto gemaakt. En dan kijk ik wat de dokter zegt als het bot sterk genoeg is. En anders willen we proberen om toch de nationale in de Eerde mee te doen. Als het dan maar kan en mag van de dokter. Dus ja. Nou, dat was in ieder geval heel duidelijk uitgelegd hoe het gebeurd is. Hoe de tussenperiode is gegaan. En wat in ieder geval de plannen weer zijn voor de nabije toekomst.
Hoe verwerk je dat mentaal? Ben je denken dat je klaar bent voor de nationale wedstrijd in Heerde? Mocht je groen licht krijgen voor die wedstrijd? Ja, dat denk ik zelf, denk ik wel. Ik heb heel weinig last van mijn enkel nog. Ik heb een beetje last van mijn hak, zeg maar. Met als ik mijn volle gewicht op sta. Maar verder heb ik er geen klacht aan. Dus ik denk wel dat het goed moet gaan. Als ik groen licht krijg. Oké, en het vervolg van het jaar. Kun je een kleine toelichting geven welke wedstrijden of je dan te zien zult zijn? Nou, zo eerst het nationale, want ik moet kwalificeren zeg maar, voor de ONK's, omdat ik geen inter ben. En een paar EK's is de bedoeling. En even kijken, de ADAX. Is nog niet zeker als we allemaal gaan rijden. Nee. Nee, het valt niet samen, hè? Dus. Wat we dit jaar hebben opgesteld, dat is een internationaal wedstrijdplan om zoveel mogelijk ervaring op te doen, ook in het buitenland. Twee jaar geleden reed je nog 85 cc met hele mooie resultaten, vooral ook in Duitsland. Nou zit je op een grotere mode, dus we hebben gekozen om dit jaar echt in het buitenland vooral veel te leren. En hopelijk in Nederland toch al het een en ander moois te laten zien. We hebben een beetje tegenslag gehad, maar ik denk dat we weer op de goede weg zijn. Wat denk jij? Ja, denk ik zeker. Het ziet er allemaal goed uit. Er is nog één wachten op groen licht. Als ik weer mag rijden, dan gaan we er weer voor. Nou, dan gaan we voor blauw licht, toch? Ja.